Gecontroleerde reviews, betrouwbare webshops en heldere prijzen. Voordat je wat koopt, kijk wat hij kan op kieskeurig.nl. Oeh, dit is echt niet fijn. Oké, ik zet hem weer uit. Welkom bij Prul of Praal, de videorubriek op nu.nl, waarin we gadgets bestellen uit China en kijken wat het is. En dit keer is het deze eye massager, zoals die heet. De belofte is dat je daarmee vermoeidheid rond je ogen kan wegwerken. En dat is natuurlijk misschien wel een beetje nodig in tijden zoals deze, waarin iedereen achter zijn computer zit. Nou, dit is hem. We gaan hem eruit halen. Nou, het ziet eruit als een soort skibril. Deze band doe je om je hoofd. En dan gaat-ie. Ja, het is echt... Dit ding is niet gemaakt voor mijn gezicht. Hij trilt heel hard. En vooral op mijn neus. Het probleem is ook, als je hieronder kijkt... De meeste van die dingen raken mijn wang ook niet eens. Oké, nu... Oh, nu gaat hij nog harder. Hij komt gewoon nog harder. Trouwens, dit is een glasplaat, dus daar kan ik wel een beetje doorheen kijken. Het geeft een soort zonnebril effect. Zo, de tering houden. Deze is zeer vlot. Oeh, dit is echt niet fijn. Oké, ik zet hem weer uit. Oké, er zitten hier aan de bovenkant drie knopjes op. De eerste is om hem aan en uit te zetten, dan gaat er een motortje trillen. Deze middelste is een modusknop, er zijn 9 verschillende standen. En aan het einde heb je nog een timerknop. Nou, de eye massager dus, die belooft je te masseren rond de ogen. In plaats daarvan trilt hij als een gek op je neus. Het is bijna alsof je een neuscorrectie krijgt. Het is dus niet helemaal wat we ervan hadden verwacht. Maar wat wil je? Hij kost 4 euro. En wil jij dit prul alsnog winnen, dan kan dat. Mail dan naar prul@nu.nl. En wil je oudere afleveringen zien van Prul of Praal, ga dan naar nu.nl/prulofpraal.